Rijkswaterstaat, je zou verwachten dat ze daar verstand van water hebben. Niet dus. De aanleg van deze vijver die heeft tonnen gekost. En eigenlijk zou er tot hier water in moeten staan. Maar ja, het enige wat erin staat, zijn een paar regenplassen. Pieter Pol is vijverdeskundige. Hij heeft er wel verstand van. Hij heeft vergelijkbare vijvers aangelegd, maar was niet betrokken bij de vijver van Rijkswaterstaat. Het verbaast hem niets dat de vijver is dichtgegroeid met alg. Deze vijver ligt de hele dag in de zon, nagenoeg de hele dag in de zon. En gezien de diepte van de vijver warmt het water heel snel op. En is het eigenlijk niet te voorkomen dat er algengroei in ontstaat. De vijver is leeg gepompt en staat nu al maanden droog. Iemand die verstand heeft van water weet van tevoren dat dit fout zou gaan. Ja, dit is wel van tevoren te bedenken. Ja, dan moet je wel van tevoren een oplossing verzinnen die dat kan voorkomen. En dat creëer je door veel schaduw en eventueel een natuurlijk evenwicht in een vijver. Het probleem moet nu opgelost worden door het bouwen van een filterinstallatie. Dat gaat opnieuw veel geld kosten, waarschijnlijk opnieuw enkele tonnen. Maar ook deze nieuwe oplossing gaat niet werken, zegt Pieter Pol. Opnieuw weggegooid geld dus. Pol weet de oplossing wel. Geen strakke vijver, maar een echt natuurlijke. En ik zou als vijverliefhebber zou ik er een prachtig moeras van maken met beplanting en water en vissen. En dan is het geen blunder. Dan had je het van tevoren kunnen bedenken en had je het op die manier aangelegd. Dan had je een prachtige vijver gehad. En Rijkswaterstaat wilde niet voor de camera reageren.